Het organiserend platform Activiteiten Javaans Nieuwjaar heeft gisteravond de verschillende Javaanse groeperingen bij elkaar gebracht tijdens het congres Wongjowo. Markante Javanen vanuit de samenleving en in de politiek, ongeacht welke politieke partij ze zijn aangesloten, waren aanwezig op het congres. Minister Brontosu Mohadjo van Binnenlandse Zaken gaf in zijn toespraak aan dat de Javaanse gemeenschap sterk tekortschiet als er wordt gekeken naar de cijfers binnen de top van de samenleving, waar en hoeveel Javanen er voorkomen. De mensen, en ik blijf dat herhalen, die er baat bij hebben dat we verdeeld blijven, die er baat bij hebben dat we versplinterd blijven, zullen zeggen, waarom praat je in hokjes, Bronto? Waarom praat je over Hindoestaanse broeders, Maronbroeders, Chinese broeders, Creoolse broeders? We zijn toch allemaal Surinamers? Klopt, dat klopt. Maar die eenheid in verscheidenheid maakt ons zo uniek. Of zoals oom Moustadja graag zegt, die verscheidenheid in eenheid maakt ons zo uniek. Laten we dat omarmen. We worden niet voor niets de mini-Verenigde Staten genoemd. Het staat in ons volkslied. Hoe wij hier ook samenkwamen, aan zijn grond zijn wij verpand. We zijn niet van één land gekomen. Laten wij omarmen dat wij een eenheid in verscheidenheid zijn. Nogmaals, de mensen die er baat bij hebben, zullen zeggen, waarom praat je in hokjes? Somahadjo is de mening toegedaan dat de huidige generatie van Javanen hebben gefaald. Javanen moeten niet meer neerkijken op andere Javanen. Wij moeten elkaar als Javanen beter gaan leren respecteren en elkaars cultuur hoog houden. Want als wij dat niet doen, wie gaat het dat doen, vraagt Somahadjo zich af. Men kijkt op ons neer, omdat we op onszelf neerkijken. Men onderschat ons, omdat we onszelf onderschatten, terwijl we een uniek volk zijn. Men neemt ons niet serieus, omdat we onszelf niet serieus nemen. Ik hoorde het net, we kunnen elkaar afkraken hoeveel we willen. Maar vandaag zeg ik, 30 juni, genoeg is genoeg. Asari, ik wil niet dat ene gebruiken, ik gebruik. Wis to chop, het is genoeg. Mijn generatie moet vanaf vandaag opstaan. En moet niet kijken wat onze verschillen zijn. Mijn generatie moet niet kijken wat ons uit elkaar brengt. Maar laten we kijken wat de overeenkomsten zijn. En wat zijn over onze overeenkomsten? Onze adat. Onze gewoontes, de taal van onze grootouders, de taal van Gotoroyong, de taal van sociaal zijn. Vergis je niet? Sociaal zijn. De bewindsman vindt dat de Javanen onderling elkaar meer moeten gunnen. Het congres is georganiseerd met als voorwaarde nationale ontwikkeling, want zonder de Javanen is er geen ontwikkeling. Wij moeten meer opstaan en minder passief zijn, sluit ze Mohadjo af.